Vandaag gaan we babka buns maken. Het zijn een soort kleine broodjes met een chocoladevulling. Wat hebben we hiervoor nodig? We gaan eerst het deeg maken. Het deeg is heel gemakkelijk om te maken, want we gaan gewoon alle ingrediënten bij elkaar mengen met een deeghaak. Wat hebben we voor het deeg nodig? 140 gram patisseriebloem, 1 ei, 45 gram boter, 5 gram droge gist, je kan dat uiteraard ook weer vervangen door verse gist, 25 ml melk, een snufje zout, ik doe er kaneel door, niet heel veel, maar doe een klein beetje kaneel door, dit is niet nodig, dat kan je ook gewoon weglaten. En dan ga ik nog 4 eetlepels suiker erdoor doen. Zo, het deeg is gemengd. Zoals jullie kunnen zien is het een kleverig deeg. Dit hoort zo. Ik heb hier een kom staan waar we het deeg gaan indoen. We gaan dit afdekken met een keukenhanddoek en die toch anderhalf uurtje laten rijzen. En die doen we op een warme plaats. Voor het chocolademengsel dat we ertussen gaan doen, hebben we nodig 45 gram, normaal gezien boter op kamertemperatuur, maar mijn boter was te laat eruit genomen, dus echt zo hard dat ik het een beetje heb laten smelten. Honing, een scheut honing, ik doe er meestal niet echt op het gevoel honing bij, niet echt afgewogen. Dan hebben we 20 gram bruine suiker. En 20 gram gewone kristalsuiker. Die zitten hier allebei samen. Een snufje zout. En dan ga ik een paar lepels cacaopoeder gebruiken. Normaal denk ik gezien een 3 eetlepels cacaopoeder dat we er gaan bij doen. En dit wordt eigenlijk gewoon gemixt. Zo, we kunnen beginnen met het deeg uitrollen. Ik heb het deeg hier klaarstaan. Ik heb ook mijn muffinvorm klaarstaan. Daarin gaan we het deeg zo meteen doen. Ik denk niet dat ik er 6 nodig heb, maar ik heb er zowel alle 6 al ingevet. Ik vermoed dat het er 4 gaan worden.
Zo, dat zijn de eerste twee die erin steken. Ik denk dat ik uiteindelijk er drie ga kunnen maken. Dus ik ben iets royaler geweest met die eerste twee. Wil je uiteraard meer, dan moet je alles gewoon vermenigvuldigen. Deze laat ik nu ongeveer een half uurtje tot een uurtje staan rijzen nog. Dan ga ik de oven voorverwarmen op 190 graden en doe ik er wat eigeel op. En uiteindelijk worden ze dan gebakken voor 12 tot 15 minuutjes op 190 graden.